Vorige keer in Henkie zijn leven. Abonnee! Meneer, gaat het met u? Ik help jou uit je lijden. Ja, zo, niks aan de hand. Kom nou, sukkel. Hij is boos. Sukkel! Hey! Was jij nou net diegene die een sneeuwbal op mij gooide? Auw, ik heb een probleem. Ik gooi de sneeuwbal op de... Oh nee, pak die sneeuwballen, sukkels. Oh, ah, auw. Ah, dat deed echt heel veel pijn. Gaat het een beetje? Henkie, die is kapot. Nee hoor, kijk maar. Hij reed. Henkie, die is... Hij doet het nog. Oh, Henkie. Nou, ja. Van links naar rechts, van onder naar boven. U bent zojuist behandeld door Benny te geloven. Dat is ja, dit vreemd. Ja, het gaat helemaal prima. Ik stap zelfs bij Willem. Ik moet je zien, dan moet het wel veel beter gaan. Meneer. Ja, zeg het eens. Wilt u iets stof doen? Wat zegt u? Wilt u iets stof doen? Wil ik iets stofs doen? Ja, instappen. Hoezo? Wat is er? Ja, gewoon instappen. Mijn vader heeft gezegd, nooit zomaar instappen. Ja, instappen, vriend. Oh, rustig. Instappen. Oh, okay. Als ik dat gewoon zeg, instappen. Ja, maar dan moet je niet zo boos gelijk doen, joh, gek. Waarom moet je nou weer gelijk zo boos doen? Ja, hé, kerel, rustig hier, de communicatie afgepakt. Nou, ik heb een telefoontje, maar ik heb geen contacten, dus daar heb je sowieso niet zoveel aan. Wat is er nou? Wat gaan we doen? Waar gaan we heen? Iets wat jij niet tof vindt. Iets wat ik wat? Welk, meneer? Wat zegt u? Wat zei u? Ja, ik verstond jou niet en ik vroeg, wat zei jij? Ah, nee, we gaan naar een plekje nu, we gaan een mooie winkeltje pakken. Oké, gaan we winkelen? Ja, we gaan natuurlijk winkelen. Meneer, wat is je naam? Gaan we eens winkelen, want ja, wat wilt u halen? Moet ik kijken of er kleding bij je mooi staat en zo? Ja, ik sta altijd mooi. Oké. We gaan naar een mooi winkeltje. Perfect winkeltje voor jou en jouw voeding te halen. Oké. Dat je een mooie strakke lijn krijgt. Ja, hè? Ik snap wat je bedoelt. Dat wordt gezellig. Ik snap alleen niet waarom je net met de pijl op me afliep. Oh, misschien je wil houthakken ook met me of zo. Ja, jongen. Deze Henkie monteur, jongen. Slimste ter wereld. Ja, joh, tuurlijk, joh. Ik voelde al een beetje geschrokken. Ja, ik noem Cobra. Jij heet Cobra? Ja. Oh, het lijkt net als de slang. Ja. Oh, mijn benzine is bijna op. We moeten weer omdraaien. Echt? Moeten we weer omdraaien? Hé, maar meneer, dat was gewoon, ik wil gewoon die bellen. Je gaat gewoon even zo'n beetje gezellig even naast me staan. Lekker koffietje halen voor me. Lekker koffietje halen? Zou koffietje voor je pakken zo? Kom Henkie, gaan we koffie halen? Ik trakteer op koffie. Trakteer jij op koffie? Ik zie wel dat de auto echt een beetje onder het sneeuw zit en zo. Dat is niet zo slim, hè? Hebben jullie wel winterbanden erop gezet? Je bent wel een grave gast, hè? Bent u van het leger of zo? Ja, ik was van het leger vroeger, maar dat is inmiddels al niet meer. Hebben jullie dat? Ja, hey, Gerard! Die hebben we hier, jongen. Hey, wat toevallig jou zo hier te zien. Bij mij, hè? Ja, wat leuk, hè? Oh, is... Wat een toeval dat ik jou hier tegenkom. Ja, maar ik moest even denken, maar hij is een beetje leeg. Oh. Ja, ik ben met deze man leuk gaan shoppen. We gaan ook houtzakken uit de bijl bij zich en zo. Hij ziet er een beetje vreemd uit, maar dat is mijn mening. Ja, hè? Ik vond hem ook een beetje vreemd eruit zien. Mag Gerard ook mee shoppen? Ja, tuurlijk. Oh, Gerard, je mag mee shoppen. Heb je daar zin in? Dat kost geld. Ja, maar deze man betaalt voor ons. Ik heb 200 euro op zijn, kom aan. Hij betaalt voor ons. Oh, ik pin ook wel wat. Ik heb wel wat geld voor je, Gerard. Ik heb wel wat geld voor je. Maar kunnen we dan verder, of? Wat toevallig, wat leuk dat je mee gaat shoppen. Misschien kunnen we eindelijk nieuwe kleding voor je kopen, want dit ziet er niet uit. Wat zei je? Right, instap, boys. Oh, we kunnen Gerard, kom. Stap in, Gerard. Mag ik rijden dan? Dat denk ik niet. Oh, instappen. Mag ik in de kofferbak? Even in de kofferbak. Ik doe wel voor jou, persoon. Dan kun jij erin, oké? Oude meneer, moet u de wagen doen. 1, 2, hoppakee. Henkie, je gaat met hun shoppen, maar ze zien er een beetje enger uit. Ja, ik dacht eerst ook dat het eng was, maar blijkbaar gaan we gewoon shoppen. We gaan lekker high worden, boys. High worden? Ik heb hoogte, ik heb hoogtevrees. Hebben jullie daar goesting in? Wat? Hebben jullie daar goesting in? Dat allemaal op onze kosten. Hebben jullie daar goesting in? Fristie bedoel ik. Fristie. Dat kunnen jullie ook drinken als jullie willen. Fristie! Oh, lekker. Gerard, heb je zin in een flesje fristie? Ja, daar gaan we ineens naar de winkel zo. Weet u dat dat is gemaakt van rode laarzen, hè? Van rode laarzen? Oh, we zijn er nou. We gaan even shoppen. Let's go. Zo. Dit is volgens mij niet... Ik doe de kofferbak open. Gerard, kom, je mag eruit. Nou, waar is de kleding? Dit is alleen maar drank, Gerard. We zijn bij de verkeerde. Dat ik niet in rijden. Ik sta bij Gerard in. Nou Gerard, we gaan rijden, we gaan mee. Ik ben ervaren coureur. Gerard kan hartstikke goed rijden hoor. Ga maar naar mijn locatie dat ik heb gezet op de GPS. Gerard is hartstikke goede coureur. Volg die andere BMW maar. Die recht voor. Hier naar links Gerard. Nee. Naar links. Nee. En dan hier naar rechts, die is volgende. Oh. Je gaat even moeten luisteren. Dat zie ik wel wat daar gebeurt. Ja. Gerard! Luister, meneer, wat is jouw naam? Piet. Oké, Piet, luister goed. Gered rustig rechtdoor. Iets harder. Ja, iets harder nog. Hier naar rechts. Ja, dat is goed. Hier naar rechts. Nee. Oh. Goed zo, Gerard! Nu een beetje naar links. Nog meer naar links. Recht. Nee, stop. Beetje naar rechts. En dan naar rechts, nog eens naar rechts. Stop, nee, stop. Terug een beetje naar links. En nog meer naar links. Nee. Zo, Gerard, het gaat goed zo, het gaat goed. Ja. Ik snap niet wat je bedoelt. Ik ben een beetje overdonderd met die hakbel. Een beetje naar rechts. Een tikje naar rechts en dan nog een tikje naar rechts. Ja, stop. Nu rechtdoor. Wat zeg je? Rechtdoor. Beetje naar links. Ja, goed zo. Rustig. En dan naar links. Nee, naar rechts. Stop. Oh, Gerard, pas nou op. Gerard, pas op. Een beetje achteruit. Rustig. Naar rechts. Hier naar rechts, dus hier naar rechts, Gerard. Nee, stop. Nee, goed zo. Stop. Volg die BMW. Oh, zeg dat dan eerder, joh, dat je die BMW moet volgen. Jongen, jij bent ook niet zo slim, hè, meneer. Oh, en geen BMW gaat de andere kant op. Oh, wacht, die BMW achter ons. Nee. Rechtdoor. Dat is de BMW, Hier, deze hier links, dit is hem. Je moet deze BMW volgen. Piet, ik ga hem terug herkennen, dan gaat die BMW volgen. De BMW 5-serie. Hij zit weer in de bel. Ja, dan moet je dat zeggen. Piet, kom even volgen, man, broer. Gewoon volgen. Hij zit weer een bel op je, Gerard. Kom volgen, we rijden 30 per uur. Kom. 30 per uur? 30 per uur? Ik snap er helemaal niks van. Omdraaien. Oh, joh! Ja, omdraaien. Piet, rij ja. Oh, de benzine is bijna leeg, jongens. Stop. En nu rechtdoor. En hier naar rechts. Nee. Ja, Henkie moet niks zeggen. Oh, ik hou mijn mond wel, Ik volg deze auto. Sta stil. Uitstappen, kom kerel, uitstappen. Stap even uit. Oké, we stappen uit. Nou, laten we gaan. We moeten even wachten op Cobra, want hij moet ook met zijn ogen. Maar ik ben bang voor slangen, ik ga niet mee. Oh, ik praat af met Gerard, Gerard. Hé, Gerard. Ik ben ook bang voor slangen. Laten we rennen, oké? 3, 2, 1. Nee. Rennen! Andere kant, Gerard! Deze kant! Oh, andere kant, Gerard! Deze kant! Auto, stap in, Gerard! Oh, we zijn omsingeld. Stap uit, rennen, Gerard! Oh! Hey, ik zou toch maar blijven staan, zeg. Oké, ik blijf staan. Handen omhoog. En nu? Wat is er nu? Henkie, stap in. Oh, sukkel! Maar ik ben Viper, goeiedag. Oh, nog een slang, Gerard! Nee. Nog een slang, er is een Viper hier. Gerard, gaat het met je? Deze winkel? Allee op, naar binnen boys. Kom eens. Naar binnen. Die achteraan is alles. Naar binnen. Henkie, ze zijn boos. Wat is er? Ja, dat merkte ik al niet. Ze zijn hartstikke boos. Oké, jongens, gaan we shoppen. Hier, pak maar een beetje slush puppy ofzo. Ik moet ook wat flesjes verven. Allemaal op onze kosten. Lekker, daarna ik ook wat donuts. Ik kan alles op de kosten van Ellie doen, toch? Ja, toe man, alles. Gerard, hoor je dat? Waar ben je, Gerard? Huh? Ik dacht Gerard hier naar achter liep. Waar is Gerard? Gerard? Eens ruk mijn roeltjes zat achter dit dingetje daar. Ik heb je normaal ingenomen. Jij hebt je normaal ingenomen. Je zit in bananensplit. Wat leuk was in de camera's. Daar. Ik zie er alweer. Hallo mama, ik ben op tv. Boys. Ja. Mag ik even één voor één vragen dat jullie handen even tegen de muur willen zeggen? Nee. Waarom? Even, ik ga je vraagt het aan ons, dus dan zeg ik nee. Ja, en toch ga ik zeggen dat je het mag. Sukkel, lekker voor je. Goed zo, Gerard, goeie worp. Gerard, doe maar normaal hoor. Dat is een goeie worp. Piet, doe jij dood of wat? Hey, de volgende die dat hier... Nou, dan mag hij dood, hij is de volgende. Als je een sneeuwbal gooit, krijgt een shake in zijn benen. Nou, dat was die met het roze masker. Die zei, voordat jij de volgende zei, deed hij het al. Dus je moet hem niet steken. Piet maakt met zijn handjes en zijn knietjes hier, kom maar naar binnen, kom. Piet, kom, volg jong. Maar meneer, u heeft een roze bivak met z'n op. Moet ik u dan serieus nemen? Is die mooi? Ja, Piet, volg maar. Gerard, je moet hem volgen. Henkie, jij mag even blijven staan. Komt dat goed met Gerard? Ja, er gaat niets gebeuren. Komt goed, Gerard. Gaan wij anders een spelletje spelen? Een spelletje spelen? Ik heb wel een leuk spelletje, wacht. Deze is leuk. Dit is een soort CPC. Ah, lekker voor je! Elena! Oké, ik stop. Wat is er aan de hand? Kom, mannen, ik heb iets plezants. Kom, die gaan allebei naar hier. En ik heb hier in mijn rugzak een potje Uno bij. Wie wil er Uno spelen? Ik wil Uno'en! Nee, ik wil een potje pesten. Hij wil pesten. We gaan gewoon Uno doen. Kom, we gaan Uno spelen. We moeten toch nog even wachten. Maar waar wachten we dan op? Ik dacht dat we gingen shoppen. Op het overschrijven van het geld. Oh, gaan we shoppen. Dan ga ik even wat leuks pakken. Nee, kom, we gaan Uno spelen. Nee, kom, we gaan Uno spelen. Zou ik hier een kampvuurtje in het midden doen? Nee, nee, dat gaan we niet doen. Nee. Doe maar, Gerard, lekker warm. Het is lekker warm. Kom, Gerard, we gaan Uno spelen. Jullie maar weer af. Ja, maar ik weet niet eens hoe dat moet. Ik ook niet, maar je zegt gewoon Uno en dan heb je gewonnen. Oké, jongens, ik zal de kaarten verdelen. Uno! Ik heb gewonnen. Ik was eerder Gerard. Oké, Gerard mag beginnen. Jij begint, Gerard. Harten 2. Goed zo, dan leg ik een klaver 4 op. Nee, leg hem ook mag je helemaal niet. Ik heb een harten 8. Hier, harten achterop. Dan betekent dat Gerard moet overslaan, dan ben ik weer. Dan leg ik een joker op en dan mag Gerard 5 pakken. Oeh, 5. Ja. Pak hem al 10. Pak hem maar 10, dat is beter. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nog 2. 10, 11. Goed zo. Henkie is weer toch? Of breek? Ja, nee, ik ben weer. Ik leg dan op een joker en dan moet Gerard er weer 5 pakken. 1, 2. Oh, dus, oh wacht. Wat? Ik ben degene die het meeste kaart vindt. Ja. Oh, oké. En dan moet je Uno zeggen en heb je gewonnen. Dan gooi ik daar Ruit de Dam op. Ruit de Dam? Oh, Dame, sorry. Gaan we naar de Dam toe? Gaan we dammen? Ik kan alleen schaken, ik kan niet dammen. Ik kan niet dammen. Nee, ik ga een lesje leren. Oh, jullie zijn een mooie rit gaan maken in de bergen. Niet boven op je hoofd. Ja, dat is een lesje die je moet leren van Gerard. Gaan we eens een mooie rit maken op de bergen. Mooie rit maken op de bergen? Waar hebben we het over? Ik zal de kaarten weer opruimen. Ruim jij de kaart, zal ik je helpen? Ja, goed zo. Lekker voor je, Rina. We gaan.